Vandaag in de nieuwe politiek. NDP-parlementariër Melvin Bouva boos over spreektijdbeknotting in het parlement. Fractie verlaat zaal uit protest na op handen zijnde motie van wantrouwen tegen minister Noor Mohammed. Mahinder Yogi van de VAP noemt het stemmingmakerij. VAP-fractie tegen reshuffling minister Pokki. Maar mocht het toch zo ver komen, moet VAP de post invullen. Volk in onzekerheid. Straatkoersen schieten door naar boven de 20 SRD voor US dollar en euro, ondanks IMF-deal in de maak. Vandaag in de nieuwe politiek. De nieuwe politiek op DTV Express gaat nu in gesprek met Mahinder Yogi, de uitgesproken parlementariër van de VAP-fractie die over alles een mening heeft en het ook laat horen. We gaan ook met hem terug naar gisteravond, de laatste momenten van die DNA-vergadering. Die waren niet zo mals. Nee, wat de NDP-fractie daar heeft geëtaleerd is gewoon stemmingmakerij. Ik bedoel, je dient een motie in tegen minister Noor Mohammed, maar je verlaat de vergadering. Wat voor nonsens is dat? Toch? Dus kijk, daar komen we serieus het werk te doen. Daar komen we geen grappen maken. En het is precies deze grappenmakerij dat ons vandaag in deze situatie heeft gebracht. Toch? En daar hoop ik de maai. Nou, die motie, wat vindt u zelf ervan? Terecht of onterecht? Want ik bedoel, heeft de minister wel een steek laten gaan met die verregaande uitspraak? Ik heb aangegeven dus dat de minister jong is. De minister misschien zijn woorden anders had moeten kiezen. En de minister is misschien niet zo diplomatisch geweest. Maar ik denk niet dat het de intentie is geweest van de minister om mensen pijn te doen. De intentie, wat ik begreep, want de intentie van de man is in feite om een situatie voor te houden aan die samenleving. Wanneer wij vandaag beperkingen opgelegd kregen in de uitvoering, dan heeft dat te maken met datgene wat we aangetroffen hebben. En kijk, meneer Boutersen heeft bij Riffelplein gezegd, laatst nog, maar ik laat voelen, maar tegen de maatakken, die praktijk zegt dat jullie slimmer zouden stemmen, althans woorden van gelijke strekking. Kijk, hij heeft op zijn manier een boodschap gegeven. Zo heeft Riyad op zijn manier een boodschap gegeven, maar nogmaals, meneer Bouters is de oude volks in de vak. Toch? Maar Riyad is van gisteren in de politiek. En of gisteren komt dat de tak in zomaar. Abo nog een jonge hond, ja. Dus, maar de intentie, de inborst is niet slecht. Want wanneer, ik heb dat ook gezegd gisteren in het parlement, toch? Wanneer je lozingen niet kan opschonen, waarom kan je dat niet? Monino de. Takkoers heet 20, waarom gebeurt dat? Omdat monetaire reserve centrale bank klaar is. Dat zijn de zaken dus die pijn geven aan die samenleving. En dat is bedoeld geworden om uit te leggen van waarom die pijn. Dit zijn de zaken, maar Yogi zou het anders zeggen. En hij heeft het op zijn manier gezegd, maar ik heb met hem gesproken nogmaals. En het is niet de intentie van hem geweest om iets te zeggen op een wijze zoals het is overgekomen. Zo is het niet. Ja, maar u was laatst ook niet al te zuinig, meneer Yogi. U zei ook van, in Haiti de maipina lek dago. Dat is een uitdrukking. Dat is een uitdrukking. En uitdrukkingen hebben we geleerd om te gebruiken. Toch? Ik ken de situatie. Ik ben ook naar Haiti geweest via Santo Domingo. Ik ken de situatie ook. En laten we eerlijk zijn. Die mensen komen niet voor ons hier. Ook de mensen die van Suriname naar Nederland gaan of naar Amerika gaan. De Mangotana Miami, ze gaan dan niet blijven voor die Amerikaan. De Mangotana komen over betere Libië. Dat is de essentie van de zaak. Toch? En in dat kader heb ik dat aangegeven, dat de mensen het moeilijk hebben in hun eigen land. En daarom wijken ze uit en daarom gaan ze naar andere plaatsen op zoek naar iets beters. Dat is het. Heeft het een beetje bijgelegd met meneer Saya, want hij is ook een bonds van de partij. Oh, ik weet niet of meneer Saya een bonds is van de partij. En ik heb niks bij te leggen met meneer Saya. Ik heb mijn mening gegeven. Zo simpel is het. Overal berichten in eerdere uitzendingen van de nieuwe politiek. Maar steun van familie uit het buitenland is nu meer dan welkom. Het is niet anders. Ook op deze vrijdag is het een drukte van belang. Bij een bekend geldwisselbureau. De Western Union, een multinational. Die flitsend snel geld kan laten overmaken van het ene land naar het andere. En het is geen geheim dat in deze moeilijke tijd brothers en sisters aan de andere kant van de oceaan de familie hier steunen. We staan hier met een van de mensen die dit tafereel al een paar weken volgt. Van Wakami Brada. Ja, man, ik go here. Zo,
van de situatie die je naar Best Westerns en dat drukte is eigenlijk? Dus in feite, zodra je denkt, ik heb poor money. Als je weet dat je misschien 9 uur wat moet uitbetalen, dan ben je liever 7 uur voor de deur. Want de lijnen zijn los van lang. Het gaat ongepast. Niemand werkt met een nummer, zodat het geordend gaat. En punt 3, die mensen praten ook, of niet, communiceren ook niet goed met je. Want stel je voor dat het je eerste keer is. Je weet van niets hoe die dingen aangaan, vooral met die COVID-maatregelen. Los van die goede morgen, het is dat die klanten goed behandelen. Weet u, maar voor de rest, je gaat in de lijn moeten blijven, want je moet je geld weghalen. Vanaf hoe laat bent u hier? Ik ben sinds 7:30 hier. Nog niet geholpen? Ik ben nu pas geholpen. Alright, en hoe gaat het in zijn werk? Je bent een kleine tjouw komen halen, zoals we dat zeggen in Suriname. Ja toch. Ah, het is nu wel nodig, nou, meer dan ooit. Ja, maar vooral met die prijzen. Boy, eerlijk te zijn. Als jij iemand bent die tenminste 2000 verdient, moet je niet denken dat je familie daarmee kan verzorgen. Ja, want als je geen mensen buiten hebt of weet je, om middel van inkomsten vanuit het buitenland om valuta te krijgen, want SRD is bijna of helemaal geen waarde voor mij. Ja, 100 SRD is binnen een dag of binnen een uur op. Ja, man. Klinkt als iemand die ook elke dag hard werkt. Eigenlijk heb je een werkdag moeten opgeven. Nou, waar ook een man die, waar ook een day, helaas, ja, bedoel ik. Ook al is het een feestdag, ga ik hard moeten werken. Mijn abtoepching en mijn man wacht die een van me alle lezen zo. Want voor zo'n moment op de wiki, je hebt zoek een trouwensel, want daar moet ik bij. En Faisheng, dat van die koers, een koerskring, alle die chinso, amantof. Ja, het is en een schutje zo, want als jij zelf denkt aan Suriname, dat je moet gaan bij Dala. Boy, aan inkomsten, zij moest abipota money dat nou was, los van stroom en water betalen, dan moet je nog geld hebben om te eten. Moro mooi, iapanwagi, in tanken eten. Dan hoe ga je dan geld aan de kant zetten voor man bij Adala dat? Je gaat nooit weg. Of je doet een visties aan voor man konta pa money dat. Maar kringroko, no de insrana, in man bij Adala. Een koers moet staan op een lijn, een stabiel koers dat ze allemaal wani, want dat je kan plannen. Regering een plan voor haar koers onder controle. Zijn je vieren over dat hoor, dat je bebrieven dat de man kan controleren de situatie? Nou, ik denk dat mijn president ba en met de jaren heen een koers kreeg, was het niet eens 2 of 3 zoveel. Nou, na bijna 20 SRD toch? Tegen me even eerlijk, dat, hoe hebben wij als Surinamers bewezen dat we zelf onafhankelijk kunnen leven? Ja man, dat mijn abief dat geen kring. Ik ben Surinamer hoor, maar ik heb liever graag dat we afhankelijk zijn. Dat, we zien als score papieren, dan gaan we valuta voor een kondering dan gaan we afhankelijk. We gaan Libi, we gaan bouwen. En je gaat kunnen doen wat je wilt doen. Nou, dat is zo, je moet niet meer maken. Je lijkt dus maar weer fris dat je de app moet voortaan was. Na bos, hij bos bijna deze de ontvang. Eigenlijk, dan gaan we mijn woord toe, een kondering, wie is er dan, is tot de voet toe lees naar Samstong. Ja man, is al bewezen. We zien het ook toch. Look nou, de man put bouta. Oké, maar door alles aan het doen. Maar de cruise was tenminste nog op 7 zoveel. Obe man, blow ete. Ik ga niet zeggen dat we veel konden doen, maar obe man, blow. Nu is de cruise op 19 of 18 zoveel. Tegen me even eerlijk. If you know a man say you're working in a security bedrijf, wat ga je voor jezelf kunnen doen? Dan zit je misschien met 3-4 kinderen. Ja toch, daarover heb ik het. Even terug naar de laatste momenten van de vergadering gisteravond. Het is weer tot een clash gekomen tussen de twee grote, de Titans, VAP en NDP. Nou, het is niet tot een clash gekomen. En de fractieleider van de NDP, ondersteund door meneer Bouva en de rest van de fractie, was bezig stemming te maken daar. Het is toch niet goed en juist om een motie in te dienen en dan weg te lopen uit de zaal zonder dat de motie in stemming wordt gebracht. Wij hebben ook moties ingediend toch, in het parlement. En soms waren we met 13 mensen. Soms waren we met 12 mensen. We hebben keihard strijd geleverd. En we hebben onze motie verdedigd. Dus wat gisteren is gebeurd, is puur stemmingmakerij van meneer Parmisser en de zijnen. Want op zijn minst zouden ze daar moeten zijn om die motie te verdedigen. Om die motie in stemming te helpen brengen. Op zijn minst zouden ze dat moeten doen. U ziet wat de intentie was. De intentie was om grappen te maken. En het is deze grappenmakerij van deze heren aan de overzijde, nu de oppositie, toch, die ertoe heeft geleid de situatie wat we aantreffen in het land.
dat de regering moet gaan onderhandelen met het IMF. Dat de regering moet gaan onderhandelen met schuldeisers in het buitenland. Dat de regering moet gaan onderhandelen met schuldeisers in het binnenland, in Suriname. Dat de regering met een herstel- en stabilisatieprogramma moet komen. Dat het volk het zo moeilijk heeft. En dit is die grappenmakerij van deze heren, die ertoe heeft geleid. En in die 10 jaren, toch, had ze genoeg tijd om te praten. Ze kregen toch alle tijd. Waarover hebben zij gesproken in die 10 jaren? Waarover hebben ze gesproken? Wat hebben ze ervan gebakken? Ik hou even het begrip grappenmakerij vast. Heeft er een waardeoordeel aan gegeven. Maar als we kijken wat de aanleiding is geweest. Een minister die toch wel pijnlijke uitlatingen heeft gedaan. Had het niet voorkomen kunnen worden als minister Noor Mohammed niet zo'n uitgeheven partij had gehad? Dat is niet de aanleiding van het gedrag van de NDP-fractie gisteren in het parlement. Het wordt bijna cliché als u meneer Parmisser hoort. We hebben geen tijd. We hebben ons niet kunnen voorbereiden. We hebben zoveel vragen gesteld. We willen diep gaan discussiëren over het onderwerp. Alleen maar gezochte reden. Alleen maar gezochte reden. En die motie die ze hebben ingediend is niet de aanleiding voor het weggaan. De mannen hebben temoro en ze hebben hun tijd niet gemanaged. En er is een tendens in het parlement dat voor de aanvang van een vergadering er met de coalitieleiders een overleg wordt gevoerd door de voorzitter. En dat zaken een beetje gelijnd worden. En ook de spreektijd wordt besproken met elkaar. En ik ga u zeggen, u ziet meneer Marinus B. Hij is erg toegevelijk. Ik neem hem niet kwalijk daarvoor, maar ik geef u aan zijn manier van leiding geven. Het is geen mevrouw Simons, nee, u krijgt geen tijd. Of Abdul springt van deze kant en meneer Misikawa. Nee, dat is afgesproken. Voorzitter, laten we dat ding in stemming brengen. Dat doet hij niet. Is goed, mensen. Laten we deze ronde doen. En aan het einde van de tweede ronde gaan we weer met elkaar praten. En dan gaan we kijken wat de behoefte is. Dan kies Moroting. En dat doet hij steeds. Ja? Maar nu willen ze die voorzitter van het parlement in hun zak zetten. En dat kan niet. Afspraken zijn afspraken. Die voorzitter heeft ook een verantwoordelijkheid. Ja? En we moeten in dit leven leren leven met datgene wat we krijgen. Daarmee moeten we omgaan. Simons, ik ga u zeggen, ik ben Simons dankbaar. Dat ze zo strak was soms. En dat ik in die 2 minuten heb geleerd om mijn dingen te formuleren. Toch? Nou, als je daar zit met zoveel mensen en je hebt zoveel keer 2 minuten, formuleer je dingen dan. Dus, en vervang niet de herhaling eigenlijk. Het is een gezochte reden geweest gisteren. Gezochte reden geweest. Alright, even terugkomend op minister Noor Mohammed. Het was te voorkomen. Had hij niet verantwoordelijkheid moeten nemen en zulke uitspraken achterwege moeten laten? Want hij heeft toch eigenlijk heel Suriname getroffen met zo'n uitspraak? Ik zeg u, ik heb met die minister gesproken. En net wat ik zeg, ook Bouters heeft uitspraken gedaan. Ook op de berm. Shot the sheriff. Kent u dat nog? Ja, maar 2 wrongs don't make one right. Nee. Waar waren deze mensen toen? Toch? Hier, op het plein, heeft Bouters er recent toch gezegd. Amai lafo, dat het gaat niet goed in het land. Amai teken gewoon kiek. Amai tegen de man. Jullie hebben slim gestemd. Of jullie moesten slimmer stemmen. Op zijn manier heeft hij een boodschap gegeven. Zo heeft de minister openbare werken op zijn manier een boodschap willen geven. Maar die minister is niet zo politiek bedreven. Hij is geen diplomaat. Dus de woordkeuze, de formulering, daar heeft het een beetje aan gelegen. En mensen hebben aanstoot eraan genomen. Maar ik ga u zeggen, ik heb met de minister gesproken. En de intentie van de minister is niet nooit geweest om mensen pijn te doen. De intentie van de minister is geweest omdat wij niet kunnen doen vandaag het onvermogen om bepaalde handelingen te plegen, dat aan te geven waarom het niet kan. Kak moni no deina konde. En het volk wordt gestraft. Hij zegt niet dat jullie gestraft. Het volk wordt gestraft. Want als die koers lager was, als de centrale bank, als de centrale bank meer geld had, misschien een half miljard, of misschien had Bouterse gespaard naar 2 miljard, reserve, dan was de koers 1,80 voor die Amerikaanse dollar, zoals dat was voor 1980, toch? Dan was een liter Spijs olie 1,98. Maar omdat het 45 gulden is, zegt die minister van luister, het volk heeft het moeilijk en in feite wordt het volk gestraft, omdat 1,45 gulden voor een liter Spijs olie is erg veel, toch? En het volk wordt gestraft omdat het beleid dat toen gevoerd is geworden,
daartoe de aanleiding geeft. Die beperkingen die het volk met zich moet meebrengen in een handel en wandel. Dat is de intentie. Anofu, strafsuma of taxans aan boem. Maar iets uit te leggen toch, dat niet goed is. Het volk heeft het echt moeilijk, dat hoeft geen betoog. Je komt elke, mens, elke dag mensen tegen het veld. Wanneer gaat de zon weer schijnen? Nou, laat mij u zeggen. Nono adungru. En de zon is ten onder gegaan. Maar, manteng aukong. Manteng aukong. U ziet die efforts die de regering brengt. En die inspanningen die gepleegd worden. Toch? En ik heb gisteren gezegd in het parlement. Dat ik die regering bedank voor de inspanning die de regering pleegt. En dat iedereen in de coalitie, maar ook politieke partijen voor de verkiezing, voor de vorming van de coalitie, iedereen heeft aangegeven dat als aan de boom en we gaan ervoor om dit land te redden. Dat heeft iedereen gezegd. En nu zijn die partijen, een heleboel van die partijen, in die coalitie. Dus iedereen maakt er moeite om inderdaad dat te helpen realiseren, want kijk, zo kan het niet verder gaan. Code eerlijk. Maar het is niet 1 en 1 is 2, anno dit zo. Want je hebt zoveel uitdagingen. Je hebt zoveel dingen waarmee je moet rekening houden. Het is niet een appel plukken aan een boom. Toch? Want dan is er zoveel staatsschuld daar buiten. Dan zijn er nog zoveel leningen daar. Dan zijn de inkomsten uit bauxiet, uit goud en olie een beetje gesaldeerd. Je hebt geen vrije toestroom. Toch? Dan hebben we nog COVID. Dus het is een heel moeilijke situatie. En het is heel voorzichtig, move, rustig, bedacht, goed beredeneren, uitwerken en dan iets neerzetten dat een basis heeft, dat draagvlak heeft, dat in stand, dat stand kan houden en dat inderdaad gaat leiden tot die oplossing en die oplossing gaat komen. Wij moeten die samenleving vragen om het vertrouwen te blijven hebben, om niet ongeduldig te worden. I had dema misabi. Als je 4 kinderen in huis hebt, vader, moeder, 4 kinderen, bijna extreem helemaal. Anego, dus we weten wat de realiteit is. Wat weet u van de sociale paragrafen in het herstelplan? Nou, ik zie dus, het herstelplan was een concept in het parlement. De regering heeft het conceptplan met partners en actoren doorgenomen. Ik begrijp dat er vandaag 3 uur een regeringsraad is, waarin de zaak besproken zal worden en men tot een bevinding en conclusie zal komen. Daarna komt het naar het parlement. Maar wanneer we gisteren de minister van Financiën en ook enkele keren de president hebben beluisterd, de vicepresident, dan denk ik dat in het concept herstelplan, zoals dat nu ligt bij de regering, er genoeg ruimte en aandacht wordt gegeven aan het sociale paragraaf. Er wordt genoeg aandacht gegeven aan woningbouw. Er wordt genoeg aandacht gegeven aan arme gezinnen, mensen die het heel moeilijk hebben. Toch? Dus ik denk dat geen enkele regering dat kan vergeten. En je kan die mensen niet vergeten. Er zijn ook jouw Surinamers die buiten hun schuld om in een bepaalde positie zijn geraakt. En het is jouw taak van de als regering zodanig beleid los te laten dat je die mensen een beetje naar boven trekt. Ik denk dat alle aandacht daarvoor is in het herstelplan. Uw fractie, de VAP-fractie, was vandaag in het nieuws over misschien wel het aanstaande vertrek van minister Pokkie. 2 dingen vallen me op. De VAP zal voet bij stuk houden dat ze blijft. 1, 2. En mocht ze vertrekken, dan neemt de VAP die ministerspost over. Is het een soort van met de hoek gedrukt zijn voor de ABAP? Kijk, de VAP heeft 20 zetels. Laat dat duidelijk zijn. En de VAP-fractie mag ook een mening hebben. En dit is de mening van de VAP-fractie. En deze mening heeft de VAP-fractie geformuleerd gisteren voor de aanvang van de openbare vergadering, zonder afstemming met het hoofdbestuur van de VAP en zonder afstemming met het regeringsdeel van de VAP. Maar waarom zou minister Pokkie eigenlijk moeten vertrekken? Wij hebben dat niet gezegd. Nee, maar ik bedoel, maar waarom zou ze op vertrek staan? Wij hebben dat gehoord. En wij hebben in ons brief ook aangegeven dat informatie ons bereikt heeft dat het mogelijkerwijs zou kunnen dat de minister gereshuffeld wordt. En we hebben een aantal dingen in onze brief gezegd aan de president van 1 is dat u hebt aangegeven dat geen enkele ministerie het eigendom zal zijn van geen enkele politieke partij. Dat heeft meneer Santokki gezegd bij het presenteren van zijn regering. Een andere zaak wat is aangegeven door ons in die brief is. En we laten de ruimte voor de president. En wij zeggen niet reshuffelen, omdat het land in een crisis is.
En we hebben gezien dat meneer Boutersen in die 10 jaren zoveel ministers heeft vervangen. Heeft het geleid, heeft het vervangen geleid tot een oplossing waar wij naar zochten? Het heeft geleid tot meer belasting van de middelen van die samenleving. Dus dat indachtig hebben wij dat geformuleerd in onze brief. Een andere zaak, wij willen geen beperking leggen als VHP-fractie aan die regering en aan die president of die vicepresident. Daarom zeggen we, mocht u onverwijld, we geven die ruimte. Als dat toch gebeurt, die reshuffling of die functie komt vakant, dan mogen wij toch zeggen dat we interesse hebben. Waarom zouden wij dat niet mogen zeggen? De VHP, laat mij u zeggen, meneer Steven, vanaf 1973 tot vandaag heeft de VHP nooit het ministerie beheerd. Met uitzondering van 87-90 en dan kreeg je die telefoonkoep. En in die 2-3 jaar had Radakishun geen moer gedaan, sorry, voor die mensen. Daarom heeft Boutersen met Varsseveld als minister, is hij gegaan van 2 zetels naar 11 zetels. En er zijn een heleboel mensen wiens zaken geregeld moeten worden. Ook in dat licht hebben we gezegd, de president, u hebt een uitspraak gedaan. Geen enkel departement is eigendom. U ziet toch minister Noor Mohammed in Mungo wegen asfalteren? Ja toch? Ja. U ziet toch de minister van NH in Van Pettenpolder start zijn geven voor Tjafaya Gidemang? Zo moet het zijn. Naar een regering. TV Express, de nieuwe politiek, nog altijd in het financieel centrum van Paramaribo. De mensen zijn of onderweg naar de bank of komen er net vandaan. Of hebben hier bij de EBS hun maandelijkse stroomrekening betaald. We zien weer een stevige, hardwerkende Surinamer, zal ik zeggen. Faida Mibrara. Ego, rustig af, jou. Ego, we poespoesing, want alibi komt moeilijk, Jiwan Losma. Jiwan Tuma niet, maar Jiwan Losma wel. Voor jou, Sheng. Wel, eerlijk, hè. Moet hij eerlijk van solidair, hè. Misschien vinden we op dit trang aan de commando, hoor. Meer ook in land, ook toe. Amonin sa mi e verdien per man. Ben amin es mi na madu na amonin nati. Amin pa euro so mi watra EBS ale sa nati. Da sa da ina bay na se telefon ya di sa nati. Des ko hup tak ala sa na kabung. Mi ne diskriminer mi na wasra na ma ala marasra na mang. Mar ko gi are her di sito. Wanyari anu halafia kulu sadama edu na assistim fa kondre e uchi tak ei we kelek de manu masi da kondre bun dan me kare kere gi amana tologi gi afolo bakades dak binami ne mifti de ya mi tekan ngam brara sana tu di tak falo ko mina hat mire tum sin nga kurs mina hat mire tun nga beleid dua musdu sadama musdu sadama musdu takan nga landi luko alas ma abe tranga no no de make landi being lukun de mo fina wang mika de ma des matan taba este presi de mansang e fodin wena mek lanti kon ki de mata mek de man poton petit krate gide ma de man stato wa mo ne gide ma tak e de makali bali bi de ten se kon on don ofi fo la tori no se psa no de for a tori fo I am a tori de wanati da de ma wa lu sa close de wanati o de ri na ki no. Want als today, om voor bij collectie de today na 20 voor dollar, tamara na 15, dat is en als ons dan is als dan moeilijk, even na kunnen er hebben, maar dat is kring er, moeilijk even na kunnen er. Maar toch, mijn elke was aan dat is alweer toch. Met 2 euro kon ik boeren, met 2 euro kon ik medu, met bij banken naar een taxi, de wanneer die, maar toch is het dat hey, wat je onder deel dier, de wanneer zijn dier de wanneer is. Maar doe mijn best wel eens sabito. Met ik mis leven sabito, maar in de algemeen mijn carrière lukt in de people. Fuck onder je zo. Je hebt een beetje mijn viering, you know. Dat de mappa gevoel dat fa uno e firi. Luko, if de mij voor die 50,000 per man, dan min dan je voor die kan ik 5,000, 6,000 wanti. Dat lukt voor sale. Dus de man, de viering, lukt voor de viering, lukt chiman era, moet ik kring era. Ai. Dus dat is. Dat was mijn mening hoor. Dus ik hoop dat je
De nieuwe politiek nu in het financieel hart van de hoofdstad. Het Kerkplein, de Gravenstraat, de Zakenwijk van de hoofdstad. En hier kom je natuurlijk ook wel hardwerkende Surinamers tegen. Ik zie hier een jongeman voor me staan, Fawaka Mimang. Ja, alles aan shooty. Hey, what's up guys? Dit is Shook, Socrates van L. Jullie kennen me als de CEO van Webcomtech NV of Boombay.nl, die online marktplaats. En het is voor mij een grote eer om met die groeten van hier te staan. The man with the voice. Shht. Fantastic om jou ook voor de microfoon te hebben. Een jonge ondernemer die belief heeft in dit land. We maken niet de beste tijden door. Hoe bijt u zich er doorheen? Nou, ik ben 3 jaar terug gestart met Boombay, zo'n online marktplaats, om te helpen met het digitaliseringsproces. Helpen natuurlijk, want we moeten het allemaal samen doen. En ik heb toen gekozen om meer dus met de oudere guys mee te gaan. Met boksen aan de man voeren, al is dat voor jongboy. We zijn soms koppig, eigenwijs, maar... het is dus gewoon feit dus dat die wereld à la globalisatie toe is. Producten en zo uit Suriname hebben gewoon hoogwaardige kwaliteit. En sommige dingen kun je gewoon nergens vinden. Dus zo kwam ik op dat idee. En dus specifiek antwoord. Ik heb gewoon gekozen voor een samenstelling waar ik mensen heb die er geloof in hebben. En die me nog steeds dragen. Gaat goed met de business? Nou, ga eerlijk zijn. Het gaat niet waar het naartoe moet gaan. Dus ik kies er nu voor om weer in de media te komen. Weer voor de schijnwerpers. Een beetje meer mensen oproepen van... kom join this. Kom op Boom. Plaats je producten. Het is maar €50 per maand dat je betaalt voor zo'n account. En het is een heel kundige marktplaats. Natuurlijk heeft het nog zijn box en zo. Maar we zijn dus in een fase waar we zeggen van, hey, after 3 years guys, we gotta shoot. It's gotta start making the money. Ik wil zelf een brutale stap verder gaan. Over 10 jaar staan we voor een miljonair. Een marktplaats, .su bijna, kan je zeggen, hè? Ik denk meer aan het concept van bol.com, Amazon. Dus waar het meer een groep van mensen is met specialistische kennis. Die een beetje kan helpen om en de grote boys, maar ook de kleine man op 1 platform te krijgen. Dat bedoel ik toch. Dat zijn allemaal mannen die nu miljardairs of triljonairs zijn. Maar goed, het is tof om dit te horen. Ondanks de uitdagende tijd waarin we leven. Want jij betaalt net zoveel voor een fles olie als zeg maar die oude arme moesje uit Flora. Ja. Kijk. De waarheid is, als land zijn we de afgelopen decennia's wat laks geweest met betrekking tot onze productie, onze productieprocessen. We hebben opeenvolgende regeringen gehad. Is gewoon de waarheid. Leiderschap ontbreken, toch? Ware leiderschap. Weten waarvoor we moeten gaan als land, waarvoor we staan, wat de issues zijn, die issues ook oppakken. Toch? Dus ik zeg van een heleboel. Zal dan af moeten hangen van innovatie, van het bedrijfsleven. Onuna de massa, whatever, willeku, fawo sitting. Maar anderen hebben schaapjes op het droge. Toch? Dus het is belangrijk dat zij die keihard werken om vooral die business environment, de KMO's van een land vooral in stand te helpen houden. Dat die er gewoon voor moeten gaan en gewoon moeten bundelen. Want het maakt niet uit. Kijkboxje is weggevallen, we hebben gezien wat is gebeurd. I go to DET. Maar een land draait niet daarop alleen. Een land draait op je KMO, op je business environment. Hoe is het geregeld? Ik weet uit ervaring hoor, en dan komen we straks weer op die koers. Ik weet uit ervaring dat wat je net noemt, KMO, niet te onderschatten is. We zeggen het al zo lang, maar we doen het niet. In Japan bijvoorbeeld is een KMO, bijvoorbeeld 3 ingenieurs die hun tijd nemen. Misschien duurt het wel 6 maanden voordat ze een hardpomp af hebben. Ja, maar als ze 20 per jaar maken, ga maar na hoeveel zo'n pomp kost. Ja. Dus ik bedoel, ik wil alleen maar aangeven dat in een garage kan je miljoenen voor je land verdienen. Dat is waar. Ik ben ook in zo'n kleine garage begonnen. Tegenwoordig hebben we wel een gerenommeerd kantoor om de klanten te ontvangen. Maar de bedoeling is gewoon dat je contactloos zaken moet kunnen doen in Suriname zonder issues. En het is echt dus, ik druk de ondernemers op het hart van...
Wees niet bang te innoveren. Kijk, iedereen probeert die zaken te doen die drukken op de kosten, weet je. Sommigen denken nog steeds in het concept van minder kosten. Men moet juist gaan kijken, wat doet men in de wereld? Wat hebben de grote boys gedaan? Of wat doen de grote boys? Die innoveren, toch? Die investeren in research and development. Toch dingen die voor ons bij heel veel bedrijven onbekend zijn. Maar dat zijn de dingen die je juist moet gaan doen. En het is goed, die crisis die we meemaken, die zijn juist goed om te zien hoe sterk je bent. Want ja, als ik in de tijd was begonnen bij Amoni BD, mijn botrang was zo, mijn botrang. Kan de bos daar, chillen. Toch? Juist goed. Voor jouw generatie is natuurlijk dat van die koers misschien iets nieuws. Voor ons is het al 3 keer dat Suriname zich aan dezelfde steen stoot. Maar goed, we zijn ook steeds uitgekomen op de een of andere manier. Tot slot, meneer Socrates. En tot slot toch even deze vraag. Waar gaat die koers jouw business pijn doen? Of heb je dat niet? Zoals zeg maar businesses waarin er een dollar abonnement is. Ik denk bijvoorbeeld aan huur van appartementen en autosales. Het doet onze business nu al pijn, maar ik zeg van, je moet werken met wat je hebt. Die SRD is er. Het is een betaalmiddel. Het is een deel van de identiteit van je land, van je economie. Werk daaraan. Het is zo simpel. Use it. Use what you have. Nosukofuru, use what you have. ASRD drape, ade bogo bogo. Kijk wat we ermee kunnen bewerkstelligen. Kijk, de ene heeft 100.000 nodig voor business. De andere, heel weinig, maar money day na kondre. We moeten het gewoon minder consumptief gaan gebruiken. Zeggen van, Elokuno, koko op een moro business. Laten we iets doen voor een goede business environment. Want uiteindelijk is dat de toekomst. Businessman in hart en nieren, even kijken hoe scherp je bent. Wat is de koers vandaag? Ik ken de koers eerlijk gezegd niet, maar ik schat tussen 16 en 19 voor de euro. Oké, okay, ik zal je zeggen 21 om 19. 21 om 19. Ja, ik denk 3 jaar terug. Dat het vrijdag is. Ja, 3 jaar terug had ik ook een koers van 21,56. Daarom gesteld op die marktplaats. Dus je ziet dat. Wow. Mee afletten. Nou, cool. Hey, succes. Ik vind het vaarlijk nice. De toekomst biedt hoop. Als we naar jonge Surinamers als u luisteren. Ja, en ja. Wat zal ik zeggen? Socrates, thanks a million voor deze DTV Express exclusive. Mijn boxside. Het was echt een eer geweest. Hey, guys. Su. Sarana nou een mooi kondre, je ziet dat de mij koja, de mij show chagwe. Neka koi no sakano ook toe, oesref wambou, samsa, samtaka. Ja toch. De nieuwe politiek polst nog altijd de financiële situatie in het land en dan helemaal wat het koersen- en prijzenfront betreft. We staan weer voor een hardwerkende Surinamer, hij verlaat de bank ook net vandaag. Het is vrijdag, as we speak. En we gaan een beetje informeren bij deze Surinamer wat hij vindt van de situatie in het land. Situatie in het land. Kijk, je hebt goed, je hebt goede dingen, toch? Het kan goed zijn, maar het kan goed beroerd zijn. Dus het goed beroerd. Waarom? Een brood is bijna 3 maal duurder geworden nu. Dan praat ik alleen over een brood. Ik praat niet over de andere prijzen. Gisteren vroeg ik een dame naar een pak zeep. Dat ik 50 SRD kost en het is bijna 160 SRD nu. Is tof met die koers. Straks zouden we met vele kleuren op straat moeten lopen. Of zonder kleren. Een broek, een jeansbroek gewoon. Een werkbroek. Is al bijna 200-300 SRD. Terwijl ik het in het verleden 100 was, ik kocht het 100 SRD, 75 SRD. Nu is het bijna 300 SRD. Waar gaan we naartoe? Ja, al deze dingen staan symbool voor inflatie. We zijn gewoon zeker 50 of meer procent armer geworden. En ik denk dat dit het begin is. Er gaat meer gebeuren. Als ik zo naar de situatie luister, gaat er meer gebeuren. Het wordt erger. U heeft geen vertrouwen in de regering? Dat het wel goed komt? Vertrouwen? Ik heb eigenlijk nooit vertrouwen gehad. Vanaf ze bezig waren propaganda te maken, ik geen vertrouwen in ze. Omdat ik mensen met maskers zag rondlopen. Ik zag niemand met zijn eigen gezicht rondlopen, alleen met maskers en leugens vertellen. En vandaag zien we de resultaten van die leugens. Men zegt niet voor niets de liegende president en de liegende regering. Ziet het steeds? Het wordt steeds erger. Kijk, mijn wagen is nu kapot.
toch? En ik heb geen geld om mijn auto te maken. Omdat ik met mijn salaris niet kan. En een spaarrekening. Bij een spaarrekening smelt dat geld automatisch. Toch? Ik woon helemaal in het noorden. Waar een slaansbus af en toe rijdt. Ik doe onregelmatige diensten aan mijn vrouw. Toch? We zijn afhankelijk van onze eigen vervoer. Onze auto is kapot. We kunnen het nog steeds niet maken. Het is mijn zoon die ons nu rijdt, waardoor hij zijn werk moet onderbreken om ons op het werkinstans af te halen. Het gaat niet, zo gaat het niet. Zo gaat het niet. De kleine man gaat dood. Het is wat men zegt van de rijken worden rijker en de armen worden armer. Het wordt niet beter. Ik heb geen hoop met die mannen die daar zitten. Ik zie alleen eigen zakkenvullers. Het zijn mannen die met de achteruitspiegel lopen. En je moet niet achteruit kijken, je moet vooruit kijken. Als je wil regeren, moet je vooruit kijken, niet achteruit kijken. Hoe denkt u deze wedstrijd te winnen? Want achteruit kijken wil zeggen niet weten waar je naartoe gaat. Ziet u deze regering die wedstrijd nog winnen? Ze hebben al verloren. Vanaf dag 1 is ze al verloren. Maar als verliezer moet je kunnen erkennen dat je een verliezer bent. Als je dat niet kan erkennen en niet kan inzien, ga je denken en geloven dat je een winnaar bent. Kijk, ik ben een champion. Ik weet dat ik een champion ben. Door alle situaties heen. Toch? De situaties van het land breken me niet. Het maakt me sterker. Ik heb alleen moeite met de jeugd die na mij komt. Wat er met ze gaat gebeuren. Dat is mijn probleem. Het is tijd voor iets nieuws in de politiek. Ja, iets nieuws. Nieuws. Het nieuwste van het nieuwste hebben we nodig. Mannen die echt van Suriname houden en het land vooruit willen brengen. Gegarandeerd. En mannen die vooruit kunnen zien. Mannen die weten hoe je kan besturen en regeren op een positieve manier. Zonder aan eigen belangen te denken. Want zolang men daar zit en aan eigen belangen denkt, gaat het land nergens naartoe. En dan tot slot en ter informatie. Wat is de koers vandaag? Ik bemoei niet meer met de koers, boy. Ik wil niet gestrest raken, dus ik bemoei niet meer met de koers. Maar als ik het goed heb, moet die euro ergens in 20 SRD al zijn. Ik wil me niet meer mee bemoeien. Ik wil me niet stressen. De nieuwe politiek vanaf het financieel centrum van Suriname. We staan nog altijd in het Kerkplein voor een grote bank. En het is hier gaan en komen van ondernemers, ook jonge ondernemers. We staan hier voor. ICA Blankendal. En wat doet u in het dagelijks leven? We zitten in de heavy equipment, een beetje in de mining. En alles dat eigenlijk in die fase zit, een beetje op het veld. Wij zijn bezig op het veld. Ja. Waar komt de koers kijken? Zo, de koers momenteel, het is een beetje verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in het land. We zitten nu al zeker boven de 20 SRD voor een US dollar. En ook in de gebieden waar we opereren. Zowel in het oosten van het land, maar ook op Brokopondo. De prijzen gaan omhoog. Het is gewoon triest en verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Ook begint alles ook een beetje vast te lopen. Want iedereen is een beetje afgestemd. Of iedereen houdt zichzelf even vast om te kijken wat er gaat gebeuren. En dat is een beetje lastig. De dollars worden allemaal vastgehouden. En als iemand een gedeelte vasthoudt, dan heeft het effect op alle andere zaken. Dus, wat vindt u van de plannen van president Santokki om naar het IMF te stappen om zeg maar, die betalingsbalans steun te hebben, 1. En 2, die koers toch wel even te stabiliseren? Nou, kijk, voor de gemiddelde burger gaat het killing zijn. Natuurlijk ook als ondernemer ga je het voelen. Maar ik denk dat de groep die het meest gaat voelen zijn toch de gemiddelde burgers. En die hebben het al behoorlijk zwaar. Dus ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Het is wel een trieste zaak. En er wordt veel geld geleend bij IMF of voorgeschoten door IMF. Moet daar ook een deel van naar sociale potten, een sociale pot, om zeg maar, de meest kwetsbaren toch boven water te houden, nu het toch moeilijker gaat worden? Dus in principe zou dat allang, zo'n instelling zou allang in het leven geroepen moeten worden. Om eigenlijk de sociaal hebbende en de mensen die eigenlijk behoefte hebben aan sociale steun, dat er toch wel meer aandacht aan ze wordt besteed.
daar heb ik het niet zozeer over alleen het geven van pakketten of dergelijk, maar ook een pot die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de kleine mensen een financiering kan vinden en dergelijk, zodat ze toch het hoofd boven water kunnen houden, want dat is toch een belangrijke zaak. Surinamers zijn geen luie mensen, genoeg ondernemers, maar hoe leven de werkers ermee? Is het moeilijk te focussen op het werk met zoveel koersstress en covid-stress? Nou, in principe, ja, je moet, eigenlijk kan je geen planning maken. De koersen veranderen elke dag. En ja, als je een planning maakt voor vandaag en morgen is de koers 2 maal, dan loopt je hele planning in de war. En dat is toch een beetje vervelend, want ja, je werknemers klagen ook constant. Ze komen niet uit. En bij u komen ze aankloppen. Ze komen aankloppen bij wij als werkgevers. De nieuwe politiek op DTV Express gaat over enkele momenten in gesprek met de man die een kleine, even goed uitrekenen, 13 plus 4, 20 uur geleden, niet in de beste stemming de vergaderzaal verliet. De NDP-fractie is boos weggelopen en u ziet er nu wel wat uitgerust en cooler uit dan gisteravond. Hoe is de stemming nu? Melvin Bova. Nou, we beginnen altijd cool en relaxed over het algemeen. Dat is zoals ik ben. Maar wanneer je in het werk bent, zijn er natuurlijk momenten waar het hard aan toe gaat en ook hard aan toe moet gaan. En zeker zo'n moment is gisteren, waar ik heel erg ontstemd ben weggegaan. Samen met de fractie nadat we dat standpunt hebben moeten nemen. Wanneer blijkt dat er woordbreuk wordt gebreken in het hoogste college van staat. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om de tijd. En dan lukken we dan lichtjes doen aan Bigima onderling. Dan worden er afspraken gemaakt. En afspraken moet je houden. Maar ronduit is het gisteren opnieuw bewezen. En op het dieptepunt bewezen dat de leiding van het parlement niet alleen zomaar een loopje neemt met het parlement zelf. Maar in feite, het Oostercollege van Staat, DNA, heeft misleid. Wij als fractie, als leden van DNA zijn misleid geworden door afspraken die niet worden nageleefd. 2 minuten voor en 2 minuten na is 2 minuten voor en na. En niet wanneer de regering komt met verhaal en ook een heleboel non-verhaal. Dat je vindt dat je dat in een schorsing moet afnemen en weer moet komen naar een totaal nieuwe afspraak. Terwijl leden zijn afgestemd op de afspraak van, ik stel deze vragen nu op dit moment. En de volgende vraag, op basis van wat een minister, een president of wie van de regering zegt, neem ik dat mee in de tweede. Dat is misleidend en dat is een ernstige zaak, een ernstig dieptepunt, waar wij als sterk politie-signaal de harde stap hebben gemaakt om met een harde statement de zaal te verlaten. De zaal is nu verlaten. Als de volgende convocatie komt, blijft de NDP dan nog weg? Want ik begin weer dat quorum politiek ding voor me te zien. Nee, kijk. In de Surinaamse politiek is het zo dat er een scherpe lijn wordt getrokken tussen het werk van een coalitie en het werk van een oppositie. En ik geloof dat als je het in een goede balans kan houden, die zaak duidelijk in een zekere balans moet zijn, waarbij die coalitie moet zorgen op de eerste plaats dat zij werk doen, voornamelijk ondersteunen naar het regeerbeleid, daarom bij een coalitie. En de oppositie daar kritisch tegenover moet staan. Maar wat wij zien, is dat deze coalitie niet houdt van kritiek. En deze coalitie niet houdt van kritische vragen. En niet houdt van tegenstand. Dat is wat we zien. Maar het klinkt als een oud liedje, dus ik bedoel, we kennen dit al sinds jaar 0. Het is nooit anders geweest. Dit is het dieptepunt. Dit is nog erger van alle versies die we hebben gehad. Jab deel 1, deel 2, deel 3. Voor een bepaalde film toch. Altijd je ziet dat hier, een bepaald deel, een trailer maar ook grof, wel die is grof. Omdat we mogen van mening verschillen, maar zijn principes. En een van de belangrijkste principes als parlementariër, als voorzitter van een parlement, als coalitieleider, maar meer nog als mens, is dat je moet horen houden aan je woord. Woord is woord, man is man, punt. Alright, en ja, het is gekomen op beknotte spreektijd. De fractie is boos weggelopen, maar ondertussen wel ruimschoots in de gelegenheid gesteld om een motie van wantrouwen in te dienen.
Ja, we zijn niet in de gelegenheid gesteld. Die gelegenheid behoort er te zijn. Daarvoor is DNA het vergaderhuis. We hebben die motie ingediend met de bedoeling om dat te behandelen. Maar ook daar hebben we niet de tijd en de ruimte voor gehad om dat op een behoorlijke manier te verdedigen. En door natuurlijk onze politieke actie waren we niet in de gelegenheid om dat te doen. Maar het ordereglement heeft een aantal regels. En misschien begrijpen ja, de mensen natuurlijk van de straat dat onvoldoende, want dat is niet hun daily core. En een man die breed is, heeft al genoeg hoofdpijn om te zorgen voor melk en brood op tafel. Maar een leiding van het parlement en een leiding van de fracties en leden van het parlement behoren het ordereglement te kennen. En een ordereglement takje als er een besluit moet worden genomen door DNA. En het besluit kan niet genomen worden, kan je vergadering niet verdagen. Kan je vergadering niet sluiten? Je behoort het te verdagen om het besluit alsnog te nemen. Ja, en ik krijg even een parasol. Ik ja, ken dat gevoel er op punt ja. Van een parasol aan je hoofd. Ook een leuke lach terug, ja. Het risico van lang. Ja, het risico van lang zijn ook, hè, ja, want die paraplu staat een beetje hoger. Ja, dus om terug te komen, er zijn regels. En daar moet je aan houden als er geen besluit kan worden genomen, omdat er onvoldoende leden in de zaal zijn. Overigens is dat ook natuurlijk zo geregisseerd en zo gemanipuleerd door de coalitie. Dan behoort de voorzitter die vergadering te verdagen en niet te sluiten. Maar de voorzitter van DNA blundert opnieuw en blundert in deze ernste om die vergadering af te sluiten. Dat betekent DNA neemt geen besluit en behoort geen besluit te nemen. Dus deze blunder zullen we niet zo laten. Dat moet worden gecorrigeerd en die motie komt weer op agenda. En die motie wordt behandeld en die motie wordt op basis van onze inzichten, ja, een ernstig probleem voor die coalitie om niet te zeggen tegen deze motie. Over de motie gesproken, inhoudelijk is er heel veel misnoegen over het optreden van sommige ministers. Zijn dus uitspraken die helemaal niet goed zijn overgekomen als ik het goed heb gelezen? Inhoudelijk heb je waarschijnlijk geen duimbreed om doorheen te krijgen. Inhoudelijk is op een rustig politiek-zakelijke manier opgebouwd dat elke bewindsvoerder, wanneer hij zijn hand heeft opgestoken en de eed heeft afgelegd, dat hij zich dient te houden aan de taken, de bevoegdheden en het werk dat hij naar eer en geweten voor en namens de natie en het volk moet doen. En wanneer een minister heeft bewezen op basis van zijn uitspraken en op basis van de uitvloeisel welke we zien van die uitspraken, want look, mensen lopen in water, liggen in water, mensen kunnen hun bananen zelf niet leveren op een behoorlijke manier. Kippen gaan dood, varkens gaan dood. Het is ernstig plichtverzuim dat we zien. Maar eigenlijk nog erger, een zware belediging naar die Surinaamse samenleving. Om ze te willen straffen voor een democratische keuze dat is gemaakt in 2015. Dat door die keuze die samenleving nu moet leiden onder de keuze die ze hebben gemaakt, is verregaand, is meer dan schandelijk dat de minister het zo heeft laten gaan. En ondanks de kritieken van alle lagen van die samenleving, inclusief ook vanuit zijn eigen coalitie, waar meneer Jogi zei, de minister heeft zijn inborst uitgesproken, worden er geen consequenties getroffen. En die motie is dat die minister op de eerste plaats een verontschuldiging moet aanbieden via de Nationale Assemblee, de volksvertegenwoordiging. Niet op Facebookpagina's met drie of vier regels. Via de Nationale Assemblee. Naar die samenleving kan de president moet ingrijpen. Ziet u dat nog wel gebeuren? Als die coalitie gods en durf heeft om de motie te ondersteunen, heeft de minister geen enkele keuze om dat te doen. Maar als die coalitie dat beschermt en daarmee sanctioneert en goed praat dat een lid van de regering van Suriname op een dergelijke manier kan praten met het Surinaams volk, like they don't care, and like they are just people, ja, zonder respect en zonder waardigheid, dan mag die coalitie dat doen. Maar als ze de durf en de gods hebben om een goed politiek signaal te geven, dat elke bewindsvoerder er daar moet zijn voor mensen, ongeacht waar ze staan politiek, toch? Dat geloof ik wel, dat we iets hebben bereikt. Maar dat zullen we voor hun verantwoordelijkheid laten. Ook als die motie straks sneuvelt, want we kennen Suriname goed genoeg. Het is bijna zeker dat zo'n motie sneuvelt. Niemand snijdt zijn eigen mensen aan de vingers.
Alleen het feit dat de coalitie gisteren niet de durf en de gods heeft gehad om die motie te behandelen en af te wijzen, is al een voorteken dat het niet een motie is dat je zonder meer kan afwijzen. Want afwijzen betekent goedkeuren wat die minister van openbare werken heeft gezegd aan die Surinaamse samenleving. Betekent goedkeuren dat die schade die mede daardoor is berokkend, goedkeuring verdient van die coalitie. Ik kan me er iets bij voorstellen dat misschien de leden van de VHP het minister uit hun huis zouden willen beschermen. Maar ik kijk uit naar de leden van de ABAP. Ik kijk uit naar de leden van de NPS die er soms ook maar bij lopen. Hoe hun reactie en hun stemgedrag gaat zijn. Ja, een kans om te laten zien dat je geen tassendrager bent van een zittende regering. Nog een laatste vraag, een beetje een alert. Even kijken hoe scherp je bent op het veld, meneer Bouva. Wat is de koers vandaag? Dan moet ik in mijn telefoon gaan. Want u bent ook businessman. Trouwens, ik mag je complimenten maken, maar ik heb tijdens lockdown wel genoten van de burgers. Dus all right. Nice service trouwens ook. You're alright, thank you. Tuurlijk, we zijn ook op dat veld om ervoor te zorgen dat mensen goede smaak hebben. Is dat wie? Dus je gaat reclame tijd betalen. Ja. No, je wordt klant. Maar het komt erop neer. Ook voor ons in die sector is het moeilijk. De horeca heeft het heel erg moeilijk nu. Maar we kunnen niet anders dan na te leven wat er nu op tafel ligt. Er zijn wel heel wat borrels opkomende vanuit de sector. Ik bedoel, je gaat nu gewoon naar de supermarkt. Je gaat wel gewoon naar, ik hoef die namen te noemen, naar de markt bijvoorbeeld. Een hele drukte, het moet beschermd zijn met protocol. Maar je kan niet verwachten van de horeca dat ze er langer hebben. Maar om terug te komen op de vraag over de koers, zowel voor ondernemers als voor de burgers, is dat iets waar je elke dag mee te maken hebt. We zien nu een behoorlijke sprong. En laat me zeggen, ik ga niet blij zijn. Op geen enkele manier. En onder geen enkel bewind, ook al is het niet van een regering of een bewind vanuit mijn partij of mijn coalitie, dat een koers zich op deze manier gedraagt. Omdat mijn vieren ook toe. Mijn mensen voelen het ook en ervaren het ook wanneer ze naar de winkel gaan. Dus dat is niet iets dat op een rijtje past waar we ook geen politieke grappen mee moeten maken. Het is een serieuze zaak en tot nu toe heb ik geen daadkracht van de regering gezien om dat op een behoorlijke manier aan te pakken. En op een volgende regering hebben het moeilijk gehad met de koers. Laten we dat goed vaststellen. Ook de regeringen onder leiding van president Boutersen de afgelopen tijd hebben het moeilijk gehad met de koers. Maar ook toen is gezegd, die koers is een resultaat van die zwakke economie welke we hebben, waar de politiek in Suriname nog onvoldoende heeft gedaan om het te versterken door middel van productie. Weinig productie. Dat moet ik zeggen dat wel de regeringen van de NDP het meest hebben gedaan aan de productie in Suriname. En dat is niet een zaak dat te maken heeft met KFC en McDonald's. Zoals we dat vanuit de oude politiek als kreet hebben gehoord. Ja, maar KFC, Benja, McDonald's kon je. Dat is niet de productie waar we naar uitkijken. We kijken uit naar productiebedrijven. Van een IM Gold en een Newmont die we in onze periode ook weer hebben zien groeien. En een GoTo die nu als Surinaams productiebedrijf erbij is om die raffinaderij draaiende te houden. Dat we naar de pomp kunnen gaan. Maar ook in de agrarische sector. Maar als je dat niet doet, dan gaat die koers blijven lopen en dan gaat het in de griep blijven van een groep big boys. Kotagasan ligt vast aan dit op de straat. En dat die koers wordt gemanipuleerd door die big boys. Kotagasan ligt vast aan dit op de straat. Dat is wat er gebeurt. Maar toen wij daarmee te kampen hadden, was de actie van dezezelfde coalitie en de partijen, voornamelijk vanuit de VHP, de actie om te zeggen, wij hebben het vertrouwen. En wij gaan die koers terugbrengen. De belofte van de voorzitter van de VHP was, ik breng die koers terug en ik breng die koers terug naar 7. Maar de realiteit is anders. Dus dat is een valse belofte geweest. En een belofte dat hij niet gaat waarmaken without facing the reality. En de reality is dat je op een andere manier moet proberen. Niet met IMF. IMF is niet de oplossing. Maar je moet gaan naar productie en investeringen halen in het land. Zodat de man kon stabiel. Tot dan
vrees ik dat wat de koers vandaag is, niet hetzelfde gaat zijn wat het morgen en overmorgen is. Ik vrees dat de koers nog verder zal stijgen. Omdat de regering heeft bewezen geen daadkracht te hebben om het op te pakken. Het is alsmaar door terugkijken en niet doen wat de realiteit van vandaag is. Hij heeft ook voor die euro en die dollar 18,60. Wat meneer Wessel? De mij Wessel, ja, Western Union, hè, terwijl de man mag. Dat de mij gens heeft, Chima Fessé. Wel schoot je de man, terwijl de man zich illegaal bezig. De mij verdient heel dichtbaar met overmaking. En dat de Chima zei, zo goed de breed heeft onderhouden gezin. Dat de mij gens wat akkoord heeft. Kontrangen, je schrijft als je heer, die man heeft comfortland. Amerika, Canada, steun de familie, ja, Abumbas. Oké. Wat een koers hier? If you want bijna, bijna 22, kan je zeggen, ik ba euro. Adalana 20. Abu. Dit was het en tot de volgende keer in de nieuwe politiek.